finale nadert van het programma Mijn Tent is Top. En hier is de baas van het programma, topkok Herman den Blijker. En de finalisten uit Breda en Groningen. Hij schreef al een boek over de gerechtelijke dwaling in de zaak tegen Lucia de B. Maar nu komt hij met een boek over nog veel meer zaken waar het fout kan gaan bij bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie. En hij ontvouwde vandaag een plan voor wat heet een poldermoskee. Oké, maar laten we beginnen met de brand gisteren, even kort, bij de voetbalwedstrijd Groningen-Ajax. Jij was daar ook gisteren bij die wedstrijd? Ja, we waren samen. Jullie waren daar samen? Ja. Want ja, zoveel wc-rollen kan je ook in je eentje niet meenemen natuurlijk. Ja. En natuurlijk, die toiletrollen die worden gegooid. Maar ja, wie bedenkt er nou dat een inderdaad een randebiel dat in de fik gaat steken? SMS Groningen naar 3040. Groningen naar 3040. Maar het zou natuurlijk niet zijn, leuk zijn voor Jasper en René, die ik al chagrijnig zie kijken. Het nummer is hetzelfde, maar ze hadden de naam verkeerd. Het is Breda naar 3040. Eigenlijk het woord zegt het al, dus een Nederlandse variant van een moskee. Die heel erg aansluit op de religieuze beleving en de behoefte daarin van jongeren die hier, moslimjongeren die vooral in Nederland geboren of getogen zijn. Er is heel veel kritiek op moskeeën, de taal die daar niet wordt gesproken, imams die geen aansluiting vinden op de samenleving. En de financiering komt niet van Saoedi-Arabië? Nee. Kunnen we sms'en, 30-40? Ja. Ik ben een terrorist in woord en daad. Het is het domste wat je kunt doen. Ik werd gevraagd door een journalist van Parool die tegen mij zei, grappende grond, meneer Seppi, bent u een terrorist? Ik ben op dat moment heel jong en wild, zou ik maar zeggen. Ik ga er gewoon op in. Ik zeg tegen hem, ik ben heel jong en wild. Dat was in 2003, geloof ik. Ja, dat was ik maar 25, dat is toch 5 jaar geleden. Maar wij hebben samen ook heel wat gekke dingen gezegd toen we 25 waren. Maar niet, ik ben een terrorist in woord en daad. Ja, dat komt misschien ook dat u dus niet in dat klimaat hebt gezeten. Zeker. Waar vandaan dus we hebben gediscussieerd. Je groeit op met twee culturen, met enerzijds een religie, die islam heet, anderzijds geen religie. En je leven lang worstel je als het ware. En bij die ontwikkeling hoort in inderdaad ook, dat je dus in die worsteling ook dingen zegt die niet altijd even genuanceerd zijn. Ik heb zo'n verzoek ingediend bij de CS-commissie, posthumus 2, voor Lucia. En de eerste reactie was van, ja, je mag niet de rechter bekritiseren, je moet het OM bekritiseren. Dat was een open uitnodiging, dat heb ik toen gedaan. En het was eigenlijk heel gemakkelijk. Ik had snel een 100-tal serieuze manco's. Ja, en manco's zijn gewoon fouten begaan door het OM, hè? Tekortkomingen in de waarheidsbenadering. Ja, missers, zoiets, ja. Dat het Openbaar Ministerie moet Henk H. laten lopen met het lichaam van deze Pim Overzier. Die begraven zou hebben. Ergens. Die begraven zou hebben. Hij moet daar 80 meter door een bos mee heen gelopen hebben. Henk H. is 56 jaar, 65 kilo en iets als 1,75 of 1,73. Pim Overzier was 36, was 1,92, 90 tot 100 kilo. Heel recentelijk heeft het Openbaar Ministerie toegestaan om een feitelijke reconstructie te plegen, eindelijk. Mm-hmm. En inderdaad, het bleek dat het volstrekt onmogelijk was om dat lichaam te tillen. Aan de daden zie je wat iemand kan. Met andere woorden, het Openbaar Ministerie ging ervan uit dat hij het gedaan had, dus die moest het gedaan hebben. Ik bedoel, als dit de argumentatie is geweest in het verleden, welke garantie hebben dat het in de toekomst beter gaat? Maar het blijkt gewoon dat er een soort verblinding optreedt. En ik denk dus persoonlijk dat het magische oog een soort verklaring biedt. Dat hebben wij eigenlijk eerlijk gezegd allemaal. Wat is dat precies? En met magisch oog bedoel ik het volgende mee. Dat een te groot vertrouwen dat je hebt wanneer je iemand ziet. Dat je zegt van, nou die zit te liegen of die heeft het wel gedaan. Komt het toch voor dat mensen bekennen dat ze de moord hebben gepleegd terwijl het niet zo is? De politie vertelt je dat ze het weten dat je het gedaan hebt. Dat is 20 jaar. En als je bekend krijgt, 4 jaar. Dus dat is één overweging om te zeggen van, nou laat ik dan maar bekennen. Kijk, er is wat vrolijker bij, hè, man? Ja. Ik vind het allemaal zware discussies. Ik heb even laten. Ja. Ik kom uit een hele onderstreekje natuurlijk. Ik zit hier op tafel. Polderen, moskeeën, fouten van Toim. Ik heb hem nou lekker eten. Dat gaat beter, denk ik. Ja, dus we moeten het vanavond van jou hebben, eigenlijk. Succes. Je moet het wel ook zelf goed uitzoeken. Als je daar voor het eerst binnenloopt, dan moet het alleen maar als een warme deken over je heen komen. Zijn jullie eigenlijk tevreden? Je zou bijvoorbeeld maar in een plek zitten waar vroeger een Chinees restaurant was. Dat... Elke spijker die je erin slaat is alweer een verandering ten opzichte van dat het was. Het is een verbetering. Ja, de zaak was klaar en het zat al 38 jaar. Het was een prachtig bedrijf en die familie die was er helemaal die was er klaar mee. Die wilde stoppen. Ze waren 88 en ze wilden met pensioen. Je weet toch, als iemand belt en zegt, we willen vragen, dan weet je toch dat je de tent net zo goed betekent afbreken? Nou, dat is een lastige discussie. Ze hadden gereserveerd als damesgroep. Nou, dat is geen garantie dat het goed gaat, maar
Het bleken dus 19 kerels te zijn. En halverwege de avond begonnen ze om een emmer mayonaise te vragen om een vrijgezelle vriend er doorheen te trekken over de tafel. Even onze dochter gaat vragen van, ja papa, ga je nou weer naar het restaurantje, ga je weer weg? Ja, dat is gewoon even niet leuk, punt. Vooraf? Het eten was niet helemaal goed en het liep nog niet helemaal lekker. Want je zou ik een 5 geven op dit moment? Nee, zij was in week 2, week 3. Kijk, ik moet wel voorstellen, ik bedoel, de verf is nog niet droog of de tent zit vol. En het is een trein die niet te stoppen is, het knalt maar door. Ze hebben alle twee in een verschillend bedrag geïnvesteerd. Wat voor soort bedragen gaat het ongeveer? Nou, het zit tussen 250 en 300.000 euro. Dat is nogal wat. En dat wordt dan redelijk kwijtgescholden. Dus er staat... En die andere zit echt tot zijn nek een beetje. Ja, er staat behoorlijk wat op het spel. Er zit er eentje bij, met een hele dure huur.